We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond komen er in het binnenland regenbuien voor, terwijl er voor het kustgebied een kans is op een enkele regenbui. In de nacht is er nog een kans op een enkele regenbui. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich in enkele gebieden nevel of mist. Morgenochtend zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn met een mogelijke regenbui. Gedurende de middag is er slechts een enkele bui mogelijk. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen op enkele plaatsen in het binnenland matige onweersbuien kunnen voorkomen die soms gepaard gaan met windstoten.